Mijn naam is Esther Pitouw en ik ben inzetcoördinator van de reddingshondenwerkgroep Overijssel. We leiden honden en hun geleiders op tot inzetbare reddingshondenteams. Voor het geval dat er iemand vermist is, dan kunnen wij helpen zoeken. De honden die zoeken bij ons bijvoorbeeld in bosgebieden en ook in het puin. En onze honden zoeken los totdat ze mensengeur in hun neus krijgen. We beginnen vanaf zo jong mogelijk, het liefst vanaf puppy af aan dat we beginnen met de hondentraining. De pup gaat spelen met een heleboel mensen van onze groep of vreemde mensen. En dan gaat op een gegeven moment die persoon loopt weg met het speeltje. En die hond die wilde dan heel graag naar zijn speeltje toe. Dus A, hij wordt helemaal leuk gemaakt met mensen, dat hij mensen heel leuk vindt. En B, hij wordt gek gemaakt op iemand die weggaat. En de honden weten dan op een gegeven moment dat ze iemand moeten gaan zoeken en dat het een feest is als ze die gaan vinden. Elke hond heeft natuurlijk de eigenschap om op jacht te gaan en het prooi te vinden. En in dit geval is het de mens. Maar de fysieke gesteldheid van een hond is belangrijk bij dit werk. En het enthousiasme, en dat hebben ze hier wel. Een goed voer is daar ook onderdeel van. Ze krijgen het voer van Farmfood. Gaandeweg realiseren van, hey, dit is hartstikke goed voer. Dat is ook zeker wat voor onze honden. We werden zelf ook heel enthousiast van. En wij hebben kleding en rugzakken voor de zoekacties. Dat is hoe wij gesponsord worden. En al hele jaren, daar zijn we heel blij mee.